Het schooljaar 2021-2022 is vandaag formeel afgesloten. Wij brachten een bezoek aan de OWES Senjastraat en brengen u het volgende verslag, waar we duidelijk enthousiaste leerlingen aantroffen. Terwijl de leerlingen van de school worden opgehaald door hun ouders, gaan we in gesprek met onderhoofd Gayatri Mangal. Zij vertelt dat het schooljaar niet makkelijk was voor de leerkrachten. Het was vooral even wennen aan de normalisatie na de COVID-19-pandemie. Dit jaar zijn we eigenlijk in januari begonnen, normaal na die COVID-situatie. Dan zijn de kinderen in groepen gekomen. En vanaf mei zijn ze dan weer klassikaal opgekomen. Nou, het was nogal een moeilijk jaar, even wennen, weet je. Alle kinderen na COVID-situatie waren ze een beetje, laat maar zeggen, niet gedemotiveerd, maar het was weer een nieuw begin voor ons allemaal, hè. Dus we moesten ze weer mee te motiveren. En ze hebben flink hun best gedaan. Wij als leerkrachten hebben constant meegewerkt. We hebben eigenlijk hard gewerkt om de kinderen alle kennis mee te geven. Natuurlijk kan je niet alles inhalen, maar we hebben hard genoeg gewerkt. Minder mooie momenten waren dat ik vond dat de kinderen, nadat ze de nieuwe regeling van het onderwijs hadden gehoord, dat ze allemaal overgaan of doorgaan stromen. Dat we vooral vonden dat de jongens minder hun best deden. Dat was niet zo prettig. Over de meisjes zegt Mangal dat ze naar haar ervaring wel hun best bleven doen, ondanks de aanpassingen in het onderwijs. Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat ook zij zich moeten inzetten om hun kinderen te stimuleren voor goede schoolprestaties. Al stromen de kinderen mee, werkt u mee, blijft u uw kind stimuleren, zodat ze toch wel betere prestaties meenemen. Want het gaat tenslotte niet alleen om een papiertje mee te krijgen, maar om de kennis die je zelf bezit. Je moet investeren in jezelf. En wat heeft u dus bij de kinderen opgemerkt qua, dus na die normalisatie, wat heeft u gemerkt bij ze? Waren ze spontaan? Waren ze minder spontaan? Ze waren wel enthousiast om weer op school te zijn, hoor, om hun klasgenoten te zien. Maar het leren zelf, dat ging een beetje moeizaam op gang. Maar je moet begrijpen, zo lang was het een beetje anders met de COVID-situatie. Maar we hebben ze gestimuleerd, we bleven praten, we bleven andere manier van werken toepassen, werkstuk maken. Dus het ging wel moeizaam op gang. En uiteindelijk is het toch wel gelukt. We kunnen tevreden terugkijken, maar ik zeg voor mijn klas misschien dat ik wel meer in mijn jongens wil investeren. Het onderhoofd zegt dat enkele leerlingen hun best niet willen doen, omdat ze weten dat zij normaal zullen doorstromen. Ook de afleiding van de mobiele telefoons is volgens Mangal een oorzaak van de slechte prestaties. De grote schoolvakantie gaat per vandaag in. Leerlingen worden op maandag 3 oktober weer verwacht in de schoolbanken.